Iedere zaterdag vanaf oktober proberen we het sportpark rookvrij te houden tussen 8 uur 's morgens en 3 uur 's middags. En aan de hand van dit bord kunnen de bezoekers en de leden vast wennen aan het idee. Vind ik wel jammer aan de ene kant. Aan de andere kant, in het belang van de kinderen is het wel beter. Ja, want het is natuurlijk niet gezond, dat weten we allemaal. Wat gaat u dan doen? Duimen draaien. Of een lolly pakken. Deze borden moeten de voetballers en toeschouwers wijzen op het rookverbod dat ingaat in oktober op zaterdag. Nou, we willen graag dat rondom de jeugdwedstrijden niet meer gerookt wordt op dit sportpark. Hoe kijkt u aan tegen rokende leden? Nou, op zich, ieder zijn vrije keuze om te roken. Maar doe dat dan vooral niet in het zicht waar de jeugdige voetballers bij aanwezig zijn. En dat is ook een beetje het doel van het rookvrijmaken. De jeugd niet confronteren met rokers. De vader van een jonge voetballer trok aan de bel en vindt dat roken niet thuis hoort op een sportclub. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen niet in aanraking komen met roken. En ik denk dat roken en sporten niet goed samen gaan. De club denkt dat het lastig zal zijn om het rookverbod te handhaven. Daarom wordt de jeugd ingezet. Ja, dat is inderdaad lastig. Er zijn verschillende mogelijkheden. We gaan niet direct boetes uitdelen. We gaan ze ook niet bij koppelkom pakken en het sportpark afgooien. We overwegen om met name dan de jeugdige leden de mensen aan te spreken of een kaartje te geven. Van denk eraan dat u niet groot mag worden. De jonge voetballers weten maar al te goed wat roken met je doet. Zouden jullie ooit gaan roken? Nee. Omdat het slecht voor je is. Slecht voor je long is.